Nu gaan we praten over het Y-chromosoom. Ze won voor haar onderzoek de hoofdprijs op het Wereldcongres voor Forensische Genetica en later ook nog een nationale prijs. Sindsdien lijkt ze een aardverschuiving teweeg te brengen in België. Ik heb het over Sophie Klaarhout, forensisch geneticus. En zij richt zich op het Y-chromosoom dus. Het is de sleutel tot het oplossen van cold cases. Ze schreef er ook een boek over, Dader Onbekend. Goedemorgen, Sophie. Hallo, goedemorgen. Vanuit België dus, via een prachtverbinding bij ons. En jouw methode is ook geliefd bij ons Nederlands Forensisch Instituut. En daarvoor is DNA-expert Lex Meulenbroek aangeschoven. En die gaat zo uitleggen waarom wij graag met jouw methode werken. Sophie, ik begin dus met jou. Jij gebruikt het onderzoek naar het Y-chromosoom om extra aandacht te vragen voor verwantschapsonderzoek in België. Dat mag daar nu nog niet. Ja, inderdaad. Ja, en dat jij hiermee begon heeft alles te maken met een onopgeloste moord op een 26-jarige vrouw in 1991. Ja, waarom raakt die moordzaak jou zo? Ja, dat is eigenlijk de zaak van Ingrid Kakaert. En waarom raakt die zaak mij zo? Dat is eigenlijk, ja, ik heb die leren kennen toen ik zelf 26 was. En dat was enorm bizar voor mij om te beseffen dat die zaak al meer dan 26 jaar, de leeftijd van wat zij eigenlijk was, al een cold case was. Dus vandaar, en er is ook DNA van de dader. En dan zag ik bij jullie in Nederland dat er eigenlijk al 10 jaar verwantschapsonderzoek legaal was. Ja. Waardoor dat voor mij eigenlijk een soort van missie geworden is om het ook in België te kunnen toepassen. Ja, je zegt er is ook DNA. Er is nogal wat DNA dat de dader achterliet, begreep ik. Ja. Een bloedspoor van 100 meter. Ja, inderdaad. Ja, zij werd omgebracht door 62 messteken, waarbij dat zij ook zichzelf verweerd heeft. En de dader heeft zichzelf dan verwond en een bloedspoor achtergelaten van aan haar appartement tot aan zijn auto. Dus een heel lang bloedspoor. Ja. Waarom lukt het dan niet in België om een DNA-match te vinden? Ja, omdat we eigenlijk echt nog altijd vasthangen aan de oude DNA-wet van 1999. Die stelt dat we enkel mogen kijken naar officiële verdachten in de zaak. Dus iemand die effectief dan iets ermee te maken heeft. En dat we enkel mogen kijken naar een 100% DNA-match. Dus is die persoon de dader, ja of nee? Dus we kunnen niet kijken naar een bijna-match, naar familie, naar verwantschappen. Ja, precies, zoals hier in Nederland met Marianne Vaatstra is gebeurd. Nou, heb jij een methode ontwikkeld waardoor zo'n zaak, als die van Kakaert mogelijk opgelost zou kunnen worden? Het is een heel technisch verhaal, maar je hebt ook een wetenschapscommunicatieprijs gewonnen. Dus ik ga er helemaal vanuit, Sophie, dat jij dit prima uit kunt leggen. Vertel, hoe zit jouw methode in elkaar? Wel, dus de methode is gebaseerd op het verwantschapsonderzoek, zoals dat jullie wellicht wel kennen. Dat dus gebruikt is met de zaak Marianne Vaatstra, dus op het Y-chromosoom. Want dat is een klein stukje in het DNA van de mannen dat dus van vader op zoon bijna volledig wordt overgeërfd. Daardoor kunnen we eigenlijk via van generaties lang familie erkennen. En wat had ik eigenlijk met mijn onderzoek in België, ik ben eigenlijk de enige die daar onderzoek heeft op gedaan in België, wat ik heb bijgebracht aan die methode dat jullie al gebruiken, zijn eigenlijk 3 tools. En dat zijn hulpmiddelen om het efficiënter en sneller vooruit te laten gaan, om sneller de dader te vatten. En één daarvan is bijvoorbeeld de CSY-seq. Dus ik noem mijn onderzoek CSY, dus crime scene onderzoek op het Y-chromosoom. En met de CSY-seq kunnen we eigenlijk heel veel verschillende deeltjes op dat Y-chromosoom gaan onderzoeken. En dat tegelijkertijd voor bijna 100 mannen. Dus dat maakt het iets sneller en efficiënter, waarbij dat je onmiddellijk ziet wat is de biologische afkomst van de dader of van de personen wat je onderzoekt. En wie is dan eventueel een dichte match met het spoor gevonden op de crime scene. Ja, dus daardoor kun je zien, is het de vader, is het eerste lijns, tweede lijns, derde lijns bijvoorbeeld? Wel, dat hebben we inderdaad nog een extra tool ontwikkeld, een rekenmachine, waarbij dat we 2 Y-chromosomen eigenlijk inladen. En dan gaan zien, die dichte match, hoe ver zij zijn nu verwant. Effectief, is dat nu zijn broer of spreken we hier over een verre, verre, verre achterneef, om dan veel gerichter die stamboom te kunnen opmaken en zo de dader sneller te vatten. Ja. En dan gebruiken jullie ook nog achternamen. Ja, inderdaad. Dus bij de zaak van Marianne Vaatstra was daar ook familienamen een heel interessante tool, omdat dat ook van vader op zoon wordt doorgegeven. En heb ik in mijn doctoraat een keer onderzocht van is dat eigenlijk wel accuraat genoeg om dat te gebruiken in een forensische context? En op die manier hebben we een programma gemaakt waarbij dat we een voorspelling doen naar het percentage match dat effectief ook die dader dan eenzelfde familienaam heeft. Dus stel nu dat mijn broer match
matcht met de dader. En dat is dus Michiel Klaarhout. Stel dat zij matchen, ja, wat is dan de kans dat de dader ook Klaarhout als familienaam heeft? Ja, precies. Lex Meulenbroek, de zaak Marianne Vaatstra is al een aantal keer voorbij gekomen. Hoe hebben jullie deze methode toegepast op die zaak? Nou, de nieuwe methode van Sofie die was er toen nog niet. Want dan hebben we het over 2012. Maar het laboratorium waar Sofie werkt is een hele dierbare partner voor ons wat betreft het ei-chromosoom. En we hebben toen in 2012, toen in Nederland voor het eerst verwantschapsonderzoek mocht, naar aanleiding van de moord op Marianne Vaatstra-zaak, toen hebben wij gebruik gemaakt van hun expertise. En hun expertise is dat zij nog veel gedetailleerder naar veel meer plekken op het ei-chromosoom kijken dan wij. Ja. Dus als wij een match vinden op ei-chromosoom, kunnen wij door het lab van Sofie laten kijken hoe ver zit deze persoon nou af van degene die we zoeken. Ja. We hebben het over neef, achterneef, achterachterneef. Dus je gebruikt een onderdeel van die tools die ze nu presenteert. Ja, klopt, ja. Ja. Sofie, jij schrijft dat België de wereldtop is wat betreft het ei-chromosoom-verwantschapsonderzoek. Ook een beetje raar, toch? Want in België mag je er helemaal niks mee zelf. Ja, voor mij is dat heel frustrerend. Ja, ik word eigenlijk betaald door België. Ik doe er onderzoek naar een techniek dat dus effectief niet mag in België. En ik verbeter de techniek, waardoor dat dan de buurlanden, zoals Nederland, er wel heel handig gebruik van kunnen maken. Maar in binnenland mag het nog niet. Dus daarom pleit ik echt wel voor die wetswijziging. Maar ik moet zeggen, minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, is zeer enthousiast en is ook gemotiveerd om het CSY-onderzoek dat wij uitvoeren toch te legaliseren. Dus ik ben erop dat het snel gebeurt. Ja, Lex, zijn er nou zaken waarvan je zegt, nou, dit onderzoek, hè, die tools die ze nu heeft, die zijn nog gedetailleerder. Zijn er zaken in Nederland waarvan je denkt, ja, daar zouden we dit bij moeten uitproberen? Jazeker, we hebben al een paar zaken op het oog waar we dit graag willen toepassen. Mm-hmm. En je moet je voorstellen dat wij in de afgelopen 10 jaar nu zo'n 120 zaken hebben gedaan met verwantschapsonderzoek. Dan kijken we in de databank of er iemand zit die mogelijk familie is van degene die de daad gepleegd heeft. Ja. En dat heeft in zo'n 10% van de gevallen geleid tot een daadwerkelijke doorbraak. Mm-hmm. Naast nog eens een keer die 3 grote bevolkingsonderzoeken die zijn geweest. Ja. In de zaak van Marianne Vaatstra, Milika van Doorn. Ja. Maar zou dit percentage verhoogd kunnen worden met wat Sofie nu heeft uitgevonden? Nou, de tool van Sofie helpt ons nog beter om uit te puzzelen waar zitten de personen die we zoeken. Ja. En het geeft ons nog meer informatie bij een match van waar zit die stamboom en hoe ziet die stamboom er mogelijk uit? Hoe ver zit diegene af van degene die we zoeken? Dus het is een zeer waardevolle tool die wij heel graag willen gebruiken. Ja. Sofie, waarom zijn ze in België tot nog toe zo terughoudend bij het gebruik hiervan? Goh, dat is eigenlijk echt omdat er nog niet over gesproken is geweest. Dus ik ben nu door mijn boek, Dader Onbekend, heb ik heel veel experten aangesproken, waaronder ook strafpleiter Jeff Vermassen, een heel grote naam hier in België. En die persoon kende de techniek zelf niet, terwijl dat wel al 10 jaar gebruikt wordt bij jullie. En je zou denken, we wonen niet ver van elkaar, maar uiteindelijk is het grote probleem echt het erover babbelen. Oh ja. En daarom dacht ik van oké, misschien ligt het wel aan mij. Ik ben hier onderzoek aan het doen op iets dat niemand weet dat ik het aan het doen ben. Dus wat doe ik dan? Dan schrijf je er een boek over en dan probeer je het te presenteren en zo helder mogelijk uit te leggen, zodat iedereen in België ook begrijpt hoe het ei-chromosoom zo'n krachtig hulpmiddel kan zijn in de moordzaak. Is het ook nog, is ethiek nog een punt van discussie in België? Ik denk zeker dat we daarover moeten discussiëren en ook de privacy en zo verder. Dus daar moet echt open over gecommuniceerd worden. Mm-hmm. Maar het is ook bij ons niet de bedoeling dat we, als we zo'n grootschalig verwantschapsonderzoek doen, dan effectief daar dan mee een databank aanleggen. Dat is niet de bedoeling. En daarnaast, dat ei-chromosoom, dat noemt ook wel de genetic wasteland. Mm-hmm. Dus je weet daar eigenlijk niet zoveel mee. Dat zegt niets over je medische achtergrond, over welke ziekten dat je hebt of zo. Nee. Of hoe dat je er effectief uitziet. Behalve natuurlijk dat je een man bent en welke familiale lijn dat precies. Je hebt. Dus laten we daar even eerst op inhaken. Je moet wel man zijn. Hè? Voor vrouwen heeft dit onderzoek geen zin. Ja, inderdaad. Dus enkel mannen hebben het ei-chromosoom. En dat maakt het natuurlijk ook krachtig, omdat het dan van vader op zoon zo goed wordt doorgegeven. Ja. Dus inderdaad, het kan alleen maar gebruikt worden, CSY, met een mannelijke dader. Ja. Maar bij ons in België, ik heb hier de statistieken bekeken, is dat toch meer dan 90% van de moordzaken die gepleegd worden door mannen. Dus dat is al een heel mooie coverage. Ja. Zou je het ook op vrouwen toe kunnen passen?
CSY niet, omdat het echt gaat over dat eikromosoom. Maar vrouwen hebben andere chromosomen? Ja, eigenlijk moeten we dan buiten de chromosomen kijken. Eigenlijk naar het stukje mitochondriaal DNA. Dat is, eigenlijk een uniek stukje DNA dat van moeder op kind wordt doorgegeven. Dus zo kan je de moederlijke lijn gaan definiëren. Maar het is net iets minder verfijnd dan het eikromosoom. Dus je kan wel op evolutionair niveau gaan kijken naar verwantschappen, maar minder op familiaal niveau. En dan dat andere punt, Sophie. Je hebt natuurlijk wel een database nodig. Je hebt een hele hoop mannen nodig die mee willen werken, die vrijwillig hun DNA afstaan. Ja, inderdaad. Tegenwoordig hebben we nog geen eikromosoom databank, maar daar pleit ik dus ook voor om geleidelijk aan dus het eikromosoom mee op te nemen in de nationale DNA-databank. Maar dus nu, voorlopig, moeten we het doen zoals dat jullie het ook gedaan hebben met de zaak van Marianne Vaatstra. Dus een grootschalig verwantschapsonderzoek langs, bij ons is dat dan in de kust voor de Ingrid Kaakhartzaak, om mensen op te roepen om ons te helpen en hun eikromosoom aan ons te schenken. En als we dan zien naar het succeskans van jullie verhaal, dus 90% van de mannen die aangesproken werden hebben ook effectief hun eikromosoom geschonken aan het onderzoek, dan is dat wel heel hoog en zijn we daardoor ook heel gemotiveerd om het ook bij ons te laten doorgaan. Ja, Lex, in die zaak Vaatstra, Sophie zei het al, heel veel mannen deden vrijwillig mee. Nou, daardoor is ook uiteindelijk de dader naar boven gekomen. Maar was er ook wel weerstand? Waren er ook wel mannen die benaderd werden die zeiden, maar wat gebeurt er dan eigenlijk met mijn DNA hierna? Nou, wat in de zaak van Vaatstra heel goed gedaan is, is dat er heel veel tijd is besteed om de samenleving goed te informeren. Dus alle zorgen op tijd weg te nemen. Daar heeft Peter R. de Vries een belangrijke rol in gespeeld in zijn documentaire. Er is een folder, een flyer gegaan naar iedereen die uitgenodigd werd, waarin alles uitgelegd werd, heel transparant. Men is gaan praten met mensen die er heel kritisch tegenover stonden, waardoor een hele goede communicatie op gang gebracht werd. En dat is wel wezenlijk om zo'n belangrijk middel in te zetten. En dat is heel goed gegaan. En dat zie je ook in de zaak van Milika van Doorn en de zaak van Nicky Verstappen. Dat er een hele goede communicatie is. Waarom doen we dit? Hoe doen we dit? Ja. Wat zijn de ook wijzen op de gevolgen die je kan hebben als jij matcht met het spoor? Wat betekent dat dan? Dat je dus een familielid mogelijk als verdachte in beeld brengt. Dat soort dingen moet je heel helder communiceren. Ja, maar in de ideale wereld wil je natuurlijk al dat DNA, al die eichromosomen, wil je in een database behouden voor je weet nooit in de toekomst. Ja, maar dat was een heel duidelijke afspraak en ook een absolute voorwaarde. Dat is ook zo in de wet opgenomen. Je werkt vrijwillig mee en je DNA wordt, nadat het is vergeleken, wordt het DNA vernietigd, het profiel vernietigd. Ja. En dat moet natuurlijk ook vanwege de privacy. Maar ik bedoel, in een ideale wereld als wetenschapper wil je natuurlijk altijd toch die data tot je beschikking hebben, maar dat kan dan niet. Waar wij wel voor pleiten, wat een meerwaarde kan zijn, is dat van alle mannen in de DNA-databank voor strafzaken, dat we daar ook het eiprofiel van mogen opnemen. Dat mag nu nog niet, of dat wordt nog niet gedaan. Wat Sophie ook wil in België. Wat Sophie ook aangeeft. En dan zie je dus dat je met je eigen databank, in die gevallen waarin je verwantschapsonderzoek mag doen, dat je dan ook op die eiprofielen kan kijken. En dan wellicht een neef eruit kan halen die mogelijk, de neef van de mogelijke dader die je zoekt. Maar zou je dan ook de eiprofielen, om het maar even zo te blijven noemen, van die vrijwilligers willen bewaren? Nou, ik denk dat je dat niet moet doen. Want de basis is vrijwillige deelname en dat is de grondslag. En daar moet je gewoon niet aan tornen. Vrijwillig is vrijwillig. Eén keer vergelijk, iemand werkt mee, iemand die in die zaak mee wil helpen. Zo moet je het zien. Ja. En daar moet je tot beperken en absoluut daar niet in gaan marchanderen. Ben je het daar mee eens, Sophie? Ja, ik ben er helemaal mee eens. En ook daarnaast is het ook gewoon niet per se nodig, want bij ons bijvoorbeeld de zaak van Ingrid Kaakhart is meer aan de kust gebeurd. Die mensen geven dan vrijwillig hun DNA af, vertrouwen nu inderdaad erop dat dat dan niet in een databank wordt opgeslaan. Ja. En daarnaast, die mannen zijn dan ook niet echt per se interessant voor bijvoorbeeld een zaak aan de andere kant van het land. Dus voor ons is het ook op dit moment zeker ook niet nodig. Nee, ik blijf er verbaasd over, Sophie, dat er geen overleg is tussen Nederland en Duitsland. Dat wetenschappers niet geïnteresseerd zijn ook in elkaars. Oh, wij zijn enorm geïnteresseerd in wat Leuven doet. Dus jullie wel, maar de andere kant op lijkt het niet te zijn, toch? Ik denk dat België, de politiek in België, heel goed kan kijken hoe wij dat in Nederland hebben georganiseerd en in de wet hebben vastgelegd. Wij hebben natuurlijk 10 jaar ervaring en ik denk dat België daar heel dankbaar gebruik van moet maken. Net zo dankbaar als wij gebruik maken van hun techniek. Ja, ze zijn wel een beetje laat, toch, Sophie? Of niet? Ik bedoel, wij hebben
het hier al 10 jaar. Ja, ja. Dat is het. Dat is wat mij dwars zit na dit gesprek. Ja. Dat ik denk, hoe kan dat nou? Wel, jouw frustraties, wauw. Bij mij helemaal hetzelfde natuurlijk. Ik ben zelf nog niet 10 jaar bezig met mijn onderzoek. Ik ben 8 jaar bezig. Dus voor mij, als ik begon aan dat eikromosoom en alles probeerde leren te kennen van hoe dat werkt, was voor mij ook heel chockerend om te zien dat ook wij heel veel cold cases hebben die op die manier zouden kunnen opgelost raken. En dat we gewoon stilstaan. Dus ik ben heel blij dat het door mijn boek en door de wetenschapscommunicatie dat ik uitgevoerd heb, dat toch beweging in gang gebracht wordt. Ja, en wanneer leidt het tot resultaat, denk je, Sophie, tot slot? Oh, ik hoop binnen het jaar, maar ik ben een beetje te naïef, denk ik, daarin. Maar, nou, gewoon optimistisch, laten we het zo noemen. Voilà. Ja. Oké, top. Heel veel succes en bedankt voor dit gesprek allebei. Dank je wel.